Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video en vandaag is het weer tijd voor packs, want EA released fucking veel nice special packs. Op dit moment rondom natuurlijk de Champions League, weg naar de finale, road to the final kaartjes die er zijn, waarvan Aguero en Griezmann echt de nicest zijn. Maar ook bijvoorbeeld een Kimpembe en Davinson Sanchez, die zijn ook echt waar goed, dus die zou ik ook prima willen packen. Ik heb er al eentje gepackt, ik ga lekker niet verraden wie. Daarvoor moet je even de video die nu in het i'tje verschijnt en die ook te vinden is in de beschrijving en ook dadelijk in de endcast. Die video moet je eerst even checken, want daar pack ik er al een en vandaag ga ik dat gewoon weer doen. In ieder geval weer nice dat je kijkt, doe zeker even een blauw duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren en ja, ik wil eigenlijk zeggen sluit je aan bij Team Belletje, maar als ik al die comments de laatste tijd zie, denk ik dat praktisch iedereen daar al bij aangesloten is. Ik vind het wel lachen om te zien. Het gebeurt dus best wel vaak dat mensen dan zeg maar na een half uur reageren met Team Belletje. En dan staat er zo achter, ik zat nog op school, maar dit was het eerste moment dat ik kon kijken. Dan ben je echt een baas. Thanks daarvoor allemaal. We gaan beginnen met het 45k pack. Een gouden topspelerspakket. Wat inhoudt, volgens mij alleen maar spelers. Ja, anders weet ik geen topspelerspakket. Dit zijn geen borden. Oké, dit was niet de afspraak. Het zijn inderdaad allemaal spelers en er zijn er 6 zeldzame. Op zich is dat prima. Vooral als dan een van die 6 zeldzame eentje is die ik heel graag zou willen hebben. De tweede geeft ons in ieder geval borden. Dat is een stijgende lijn, noemen we zoiets. En dat is niemand anders dan Adam. Die is 83 rated, ja. Oké. Blijft nu een beetje allemaal bij borden. Dit is niemand anders dan David Luiz weer. Dat heb ik de laatste tijd vaak. Die heeft zijn beste tijd ook gehad. Ik vind hem ook een beetje raar uitzien op deze foto. Ik weet niet. Beetje zo'n ingevallen koppie bij zijn neus. Hoe oud is die gast eigenlijk? 87. Dan is die al 31, hè? Misschien heeft dat er wat mee te maken. Oké, dit is mijn vierde 45k pack. Ik ga nu switchen naar die andere. Misschien dan de 35k packs. Dat zijn mega packs. Dat betekent consumables en walkouts. Let's go. De eerste is een walkout. Oh, dat had een paarse flash moeten zijn. Of een witte. Maar het is een gouden. Kan nog heel veel betekenen. En Iniesta, hè? Nee, het is Thiago Alcantara. 86 rated. Ja, wel een walkout. Dus je mag niet klagen. Wel ongeveer de allerslechtste walkout die er is. Ah, boeien. I don't care. Ah, eigenlijk care ik wel. Maar ik doe nu heel stoer alsof dat niet zo is. Hey, en de spelerkeuze eronder. Leuk, man. Ja, gaat voor 20k. We hebben ook nog Ta en Trippier. Tussen de 75 en de 80. Ja, dat kan niet anders dan slecht zijn. Zo. Half boertje ding. Kan niet anders dan slecht zijn. Trippier ook nog. Cruise. Op zich is dit helemaal niet zo slecht packie, dit, hè? Beter dan die andere die ik tot nu toe heb geopend. En conditie items. Dat is altijd een feestje. Want die zijn tegenwoordig echt te duur. Blijf deze even openen. Deze geeft mij een veel beter gevoel. Want ik kreeg meteen een walkout. Helaas niet nog een keer. Wel gewoon weer borden. Ja, megapacks zijn helemaal zo slecht nog niet. Mandzukic. 84 rated. Ook niet slecht. Ik zal net vertellen hoe goed ik deze packs vond. Dan doen we dit. Jezus. De eerste was een walkout. De tweede was een bord. En de derde, de vierde waren dan weer geen borden. En de vijfde is weer een bord. En dan krijgen we nog een keer Mandzukic. Lekker creatief. Lekker origineel, jongens. Dit is weer zo'n alleen spelerspakket. Zo'n topspelerspakket. Met daarin 6 klimmen. We beginnen met Raul Albiol, 84 rated. Deze zijn tot nu toe echt nog niet goed geweest. Hè? 5 geopend en ja, niet zo bijzonder. Ik wil even FIFA Points bijhalen. Mensen, ben je nou nog op zoek naar FIFA Points? Check even ikontegoed.nl. Link in de beschrijving. Doe een dab bij het aankopen en wie weet gebeurt er dan iets. Misschien waarschijnlijk niet, maar ja, je weet het niet. Jemineetje. Het is niet mijn pack opening tot nu toe. Ik heb het wel eens beter gedaan. Maar wat niet is, kan nog komen. Wel elke keer borden. Nu ook een inform. Het is een Franse centermid van Nantes. Ja, dan schiet je me dood. Rongier, wel 82. Dat maakt hem vaak nog wel iets van waardevol. Oh, en Rashford. Is die nog wat waard? Ja, niet echt meer. Nee, niet echt meer. Ja, 13k, maar die wordt nog wel wat meer, denk ik. Hola! Dit is de laatste, maar hopelijk. Jullie zien het. Hij loopt over 21 minuten af. Komt er over 21 minuten weer een nieuwe ronde met promopacks. Ja, dat is waar ik op hoop. Deze, waren niet zo goed. Die megapacks ging nog, maar deze waren echt niet goed. Oké, en dan ben ik terug voor het tweede deel met meer pakketten. Kijk, ik heb mijn Rivals Reward. En ik ben weer rang 3 geworden. Wat ik expres doe elke week. Ik krijg gewoon lekker 50k pakketje. En 50k pakketjes, dat is echt knijtergoed. Of ja, tenminste, dat moet nog blijken. Maar ik hoop dat dat knijtergoed is. Over 50k gesproken. Er is dus ook nu een SBC waar je een 50k pack voor krijgt. Maar daar moet je 2 zeldzame Champions League spelers weer voor inleveren. Dus ik heb
eerst deze SBC gedaan, wat mij een Champions League pack geeft. En hier zie je nog een screenshot van een paar dagen terug. Die had ik even snel op mijn telefoon gemaakt toen hij bijna afliep. En dan krijg je ook een Champions League pack voor. Dus dan hoop ik daar de Champions League spelers in te packen. Die je kan inleveren voor 50k pack, snap je? Ik had nog deze SBC ook gedaan. Nou, gouden topspelerspakket of zo. En hetzelfde geldt weer vandaag ook weer voor gouden topspelerspakket. Nou, helemaal mooi. Ik heb hier nu dus allerlei verschillende packs in mijn dingen staan. Waarvan een zeldzaam goudpakket 2, een zeldzaam spelerspakket, kleine gouden spelers. Ja, jullie zien al die dingen. Dat is gewoon hartstikke lekker. En dan komt er dadelijk dus nog een 50k pack bij. Dus blijf dat zeker even checken. Dan moet het niveau wel wat omhoog. Jarstein. Krijg je gewoon borden in dat kleine packie. Oh, Manolas. Ja, Manolas. Oh, lekker hoor. 85 rated. Kostas Manolas. Net geen walkout, maar wel dikke prima. Hoeveel gaat hij nog deze dagen? Oké, nog steeds gewoon 15k. 14, 11, hoeveel is het? 11. Nou, dikke prima voor zo'n pakketje. Kijk, uiteindelijk heb ik dus 2 zeldzame Champions League items. En dat is precies wat ik nodig heb voor die SBC. Dus laten we hopen dat ze goed genoeg zijn. We doen eerst het megapack. Het zijn borden, wel geen walkout. Het is Mandanda. Ja, het is Mandanda. Niet zo mega als ik verwacht had. Een zeldzaam goud pakket met daarin dus ook 12 items en allemaal zeldzaam. Alleen, daar zit ook consumables bij. Maar dat betekent wel dat de spelers in ieder geval allemaal zeldzaam zijn. Grote kans op borden. Krijgen we Philippe. Niet het beste bocht mogelijk. Laten we daarop bouwen. Ik ben echt nog niet van de walkouts vandaag. Echt nog niet. Ook de tweede, wel een Portugese Cam. Niemand anders dan Bruno Fernandes. Nee. Dan nu de Champions League. Ik doe eerst die met 2. Dit kan natuurlijk ook nog gewoon een tering goeie zijn. Kan. Dat gebeurt niet, helaas. Het is niemand anders dan... Oh, Fred. Dat is nog niet eens heel slecht. Die is 83. Die gaat toch wel voor 30k of zo. Die kan ik dan beter verkopen dan... Oh, wat gaan we doen? Die kan ik beter verkopen dan inleveren. Dat weet ik wel. Dan moet ik maar even gewoon een Champions League kaart gaan kopen op de markt. Lekker, hij is gewoon 30k. What the fuck? Ja, deze kost natuurlijk helemaal niks. We hebben nog zo'n packie. Hier zitten er 3 in. Dat is ook maar 1 zeldzaam. Geen walkout. Wel een Spaanstalige rechtsachter van Real Escafagal. Nee, het is die Odriozola. Die shinies die gaan allemaal volgens mij voor 6k. Of niet? Meen ik. Hij gaat gewoon voor 10k. Gast, ik ga die Fred en Odriozola mooi verkopen. 40k. En dan koop ik 2 van die slechte Champions League kaarten terug voor de SBC. En dan kan ik nog een 50k pack bemachtigen. Die eerste kost 7900. Akin VF. En dan haal ik die andere speler van CSKA erbij. Hoe heet die? Het is niet alsof ik dit zelf verzin hoor. Het ligt hier gewoon voor me. Hernandez. Oh, die is veel goedkoper, gek. Hij is 76 rated, maar hij is wel zeldzaam. Netjes. Dan hebben we hier de SBC helemaal... complete. Oké, misschien nog niet. Oh ja, moet ik godverdomme ook nog position changen. We gaan mijn munten. Ja, ik heb hem wel complete. En dan heb ik dus nog 2 50k packs te gaan aan het einde van deze video. En beter trekken ze de boel recht. 2 50k packs, daar gaan we. Voor de eerste. Ah, geen walkout. Fuck. Genau. Soezo. Oh, niet eens. Samu Castillejo. Samu Castillejo uit een 50k pack. Oi, 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 oi. Dat is niet zo mooi. Weer Jarstein. Vuile, vuile. Nou, we hebben er nog één. Weer geen walkout. Fucking kidding me. Wel in vorm, ja. Boeien, hij komt uit Venezuela. Oh, man. Rondon? Ja, dat is Rondon. Jezus, wat schijt. Doe koeren. Ik open die 10, 25 capex ook nog maar even dan. Ta-ta-ta-ta. Het zijn maar elke keer borden, maar... Je hebt helemaal witte. Wat is dit nou, man? Godverdomme. Waarom kun je die Europa League kaart van hem niet packen of zo? En dat ik die dan 2 keer had gekregen. Had ik er nog iets aan gehad? Jongen. Mkhitaryan. Oké, dat is nog niet zo heel slecht. Oh, ja, wel Mkhitaryan. Tja. Hij heeft dit jaar best wel goede stats, hè. Best wel een aardige speler. Als ik hem tegenkrijg, niet echt groot fan van. Oh, en Valencia. Oh, dat is helemaal nice. Dit pack is echt wel goed. 20k voor Valencia, 4k voor Mkhitaryan. Klein is ook gewoon een kaartje. Nou, hou dit niveautje even vast. Valencia was echt wel aardig. Zeker omdat het in één pack zat samen met
Mkhitaryan. Geen borden. Dit is mijn laatste. Mensen, ik heb wel eens betere pack openings gehad. Tenzij dat hier nu een icon in zit. Maar dat gebeurt niet. Dus dan moeten we toch, ja, de conclusie trekken dat het niet geweldig was. We eindigen wel nog met Barzagli. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Voordeel voor jullie, ik heb wel eens betere pack openings gehad. En laat je die hier nou ook kunnen kijken. Dus ga dat zeker even doen. Die checken, ja, check ze hier in de afspeellijst en op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie snel weer terug te zien bij de volgende video. Tot de volgende keer. En later mensen.